Steeds vaker hoor ik, Nederland is af. Dus we kunnen allemaal rustig achteroverleunen in onze bank. In onze energie-neutrale woning. Wetende dat we nooit te laat op het werk zijn door files of treinen die stilstaan. Wetende dat onze dijken en straten, snelwegen en fietspaden in prima staat zijn. U weet wel beter. Nederland is niet af. De behoefte aan nieuwe woningen, gezonde scholen en goed onderhouden wegen blijft groot. Als ondernemers en als gewone burgers willen we dag in dag uit verzekerd zijn van goede rijkswegen. En van snelle spoorwegen, ook regionaal. En we willen goede provinciale wegen en een lokale infrastructuur die voldoet qua capaciteit en kwaliteit. Onze economische kracht hangt ervan af. Juist nu we uit de recessie krabbelen en de magere jaren van de crisis achter ons laten. Nederland is niet af. En daarom laat Bouw Nederland juist nu van zich horen. Want plannen en beslissingen van gemeenten worden in de toekomst immers nog belangrijker voor de burger en voor onze sector. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van de grondprijzen. Prijsstijging van woningen was van 1995 tot 2002 sterker dan de stijging van de bouwkosten. Bleek al eerder uit het rapport van de tijdelijke commissie huizenprijzen. Echter, die prijzenstijging is dus vooral toe te schrijven aan de grondprijzen, die wel met 400% zijn gestegen. En bouwkosten stegen slechts met 60%. Dus het aandeel van de grondprijs in de prijs van een nieuwe koopwoning is gegroeid naar 31%. Nou, de daling van de woningprijzen is op dit moment zo'n 20%. En grondprijzen die dalen niet of slechts met luttele procenten. Dus zeg ik, wil je als gemeente ondernemertje spelen, pas dan nu ook de prijs aan de marktomstandigheden. Ander voorbeeld. De hoogte van de leges die gemeenten heffen wanneer je bijvoorbeeld een verbouwing wil doen. Op het gemeentehuis moet je als burger of bedrijf nog steeds duizenden euro's betalen voor volstrekt ondoorzichtige bouwleges. En dat in wezen voor papieren exercities die weinig echte waarde hebben. Het is bijzonder ergerlijk voor burgers en bedrijven. En natuurlijk slecht voor de bouw. Dus het mes moet in de leges. Er zijn gelukkig al lokale en provinciale overheden die deze handschoen oppakken. Gemeenten die leges of grondprijzen verlagen. Ze zien het grotere belang. Ik hoop dat zij het voorbeeld gaan vormen voor iedereen die ook beseft dat Nederland niet af is. Er is nog zoveel te doen.